Sinds 2,5 jaar directeur Rabobiel. Daarvoor heb ik al heel lang bij Rabobank gewerkt. Ik ben een echte marketeer. Marketeers kijken altijd naar de upside. Nou, u zit in de security. Dat betekent dat u naar de downside kijkt. Ik zit dus een beetje in de hoogte deel. Ik ben ook niet technisch. Wat ik u ga vertellen, dat heeft te maken alles rondom klantperspectief. Ik laat u ook wat zien hoe wij conclusies hebben getrokken uit onze laatste marktonderzoeken en de dilemma's eigenlijk daaruit halen. En ik hoop dat u ook wat op gedachten of inspiratie geeft om verder na te denken. Ja, hoe kunnen we dat gebruik van die mobiel nu zo makkelijk mogelijk maken? Maar rekening houdend met de veiligheid van het gebruik. Daar gaan we maar mee aan de slag. Ik heb het al gezegd, vanuit klantperspectief. En dat heeft ook alles te maken met de aard van onze organisatie. Rabobank, heel groot. Nou, er staan hier wat cijfers. Maar het bijzondere van Rabobank, en daarom vind ik het zelf ook zo ontzettend leuk om daar zo lang te werken, is dat wij heel dicht geworteld zijn in de samenleving. Dat betekent dat wij heel dicht op onze klanten zitten. Zowel particulieren als zakelijke klanten. En dat maakt wel dat wij op een hele bijzondere manier ook ons oor iedere keer te luisteren leggen. En daarmee zijn er twee zaken die belangrijk zijn. Wij worden gezien als de meest betrouwbare bank. Nou, dat vind ik heel fijn. Dat is in deze tijd een heel groot goed. Maar wat erbij ook speelt, ik ben voor de meneer van de video wel heel lastig, want ik blijf maar heen en weer lopen. Dat wij gezien worden als een hele innovatieve bank. En hier staan ook wat cijfertjes op een als je kijkt naar mobiel betalen, wordt Rabobank met kop en schouders genoemd als de meest innovatieve bank. Als je kijkt naar wat wij allemaal in de loop der jaren geïntroduceerd hebben, u zult het vanaf die plek niet kunnen lezen. Dit wordt allemaal gepubliceerd, dus u kunt dat thuis nog wel nalezen. Of nou gaat het om de eerste ATM in het land of de eerste bank met een app rondom mobiel bankieren. Wij zijn iedere keer erg voorop lopend. Nou, dat vinden we prettig. Wij willen die positie ook graag innemen, maar we kunnen dat ook innemen omdat wij zo dicht op die klant zitten. Het plaatje aan de rechterkant, dat heb ik heel speciaal bijgezet. Dat gebruik ik zelf altijd naar onze eigen mensen als ik het over innovatie heb. Innovatie, dat is toch wel een vak op zich. Waarbij je ook moet incalculeren dat je soms dingen doet waarvan je later denkt van ja, nou, was misschien niet zo handig of nuttig. En ik vergelijk dat altijd met een kunstmatige klimband. Als je onderaan staat en je moet naar boven, dan weet je van tevoren niet zozeer hoe die weg gaat lopen en dan denk je, oh, al die blokjes die daar zijn, die zal ik nodig hebben. En ben je een keer boven, dan kijk je terug en denk je, nou, dat blauwe blokje dat had geen nut, die rode was heel belangrijk. En ik had het misschien ook wel via die gele moeten doen. En zo probeer ik bij ons ook altijd mee te geven. Want denk erom, als we ergens de stekker uithalen, dan is dat geen falen, maar dan is dat gewoon onderdeel van dat pad. En dat pad houdt eigenlijk nooit op. En mijn pad ligt nu heel erg op het mobiele kanaal. Maar dat mobiele kanaal, dat is eigenlijk ook maar een weg om te zorgen dat we onze dienstverlening steeds beter en makkelijker organiseren. Nog een plaatje over innovatie. Dit is de hype cycle van Gartner. Wie kent? Niet bekend? Wel bekend? Goed zo. Hier langs kan je eigenlijk het pad van bijna elke innovatie wel plotten. Je begint met een technologische innovatie, dan gaan allerlei partijen zich daar opstarten. Iedereen wordt enthousiast op een gegeven moment. En dan zit je bovenop de top van een hype. En dan blijkt het toch allemaal wat lastiger, duurder, het duurt allemaal wat langer. Nou, kortom, dan gaat iedereen zich er ook wat negatief tegen afzetten. En dan, ja, dan krijg je een periode van wat teleurstelling. En uiteindelijk vindt een innovatie zijn weg dan wel naar boven. Goede in ieder geval. En dan wordt het eigenlijk gewoon proven technology. Rabo die houdt ervan om vrij voor in
in te stappen. Dus wij zitten meestal hier zitten we een beetje mee te doen. En als ik nu kijk naar mobiel bankieren, hoe we daar vandaag de dag voor staan, dan zitten we eigenlijk een beetje hier. Hier staat een cijfertje 5% van de doelgroep gebruikt. Nou, daar zitten we inmiddels al fors overheen. En dus daar zijn we eigenlijk al heel op weg. Als ik kijk naar NFC betalen, waar ik zelf heel hard mee bezig ben, dan zit dat precies op die top van die hype. Nou, dat betekent dat we nog een hele mooie periode te goed gaan zien. En dat zie je ook, want je ziet dat in de pers kritische zaken ontstaan. Je ziet dat we ons ook mensen vragen gaan stellen. Je ziet dat we wachten, we roepen al een hele lange tijd. Ja, maar nu komen de NFC-telefoons echt los. Ja, en dat duurt toch wel erg lang. En dus daar, zo werkt eigenlijk elke vernieuwing werkt zo zijn pad af. Wat willen we nou? Wij willen, als je het hebt over mobiel, willen we eigenlijk de hele Rabobank in die mobiel hebben. En we willen zorgen dat jij het meest makkelijk contact kunt krijgen met de bank via de mobiel. En daar bedoel ik meer mee dan bellen. Nu maken we gebruik van sms-alerts als je een afspraak hebt of dat soort zaken. Je kunt ook alerts instellen als je salaris gestort is of als je rood komt te staan of noem maar op. Maar ik denk dat daar in de komende jaren nog heel veel eigenlijk te halen valt. Als je het hebt over combinatie met location-based services, als je het hebt over combinaties met e-commerce. Dat gaat ons ook allemaal nieuwe vraagstukken rondom privacy, veiligheid en alles brengen. Maar het is wel een weg die voor ons die open ligt en waar ik als marketeer dan wel weer helemaal warm van word. Als ik kijk naar bankieren, dan willen wij zorgen dat iedereen altijd, waar je ook bent, bij de spullen kan. En daar hebben we inmiddels een hele mooie app voor. Die ga ik ook zo nog even laten zien. En als ik kijk naar betalen, dan willen we eigenlijk dat alles, maar dan ook alles wat er in je portemonnee zit, dat in de komende jaren naar je telefoon verschuift. En dat betekent dus niet alleen dat wij bezig zijn met het ontwikkelen van een betaalapplicatie. Dat doen we ook samen met de andere banken en de grote providers in het land. Maar dat betekent ook dat we daar samenwerking gaan zoeken met partijen die hun loyaltykaart in willen. Je kunt koepel nemen, je kunt van alles hieraan koppelen. Dus het is niet alleen iets wat voor onze particuliere klanten van belang is, maar zeker ook voor onze zakelijke klanten. En maar daar ligt een beetje de ambitie waarvoor we het doen. Nou kunnen wij wel van alles gaan maken, maar uiteindelijk is de klant degene die kiest wat er gebruikt gaat worden. En klanten die kiezen dus ook op welk kanaal, op welk moment ze wat gaan doen. En ze zijn daar ook volledig onvoorspelbaar in. En dat betekent ook dat als we iets maken en het wordt niet gebruikt, ja, dan moet het ook gewoon niet op de plank houden. Nou, we weten van mobiel bankieren dat een schot in de roos is geweest, omdat het zo groeit. Maar ja, voor hetzelfde geld had dat niet zo gegaan. Wat je ook ziet, dat is een hele belangrijke ontwikkeling in onze context, is dat klanten elkaar steeds makkelijker ook kunnen vertellen wat ze van dingen vinden. Dat zou je als bedrijf kunnen zien. Wij zien dat niet zo, want wij kunnen ook veel makkelijker horen wat klanten van zaken vinden. We kunnen ook klanten veel makkelijker betrekken bij de ontwikkeling van onze spullen. Ja, dus we kunnen veel makkelijker ook testen met gebruikers. Alles draait dus om een multi-channel strategie. Dat betekent dat wij onze processen daar ook helemaal op moeten gaan inrichten. Nou, dat doen we natuurlijk stapsgewijs, zijn we al een end in, maar er blijft een stuk verbetering altijd te vinden. Als klant moet je eigenlijk overal dezelfde ervaring hebben en moet je eigenlijk ook van het ene naar het andere kanaal merken dat de informatie ook beschikbaar is die jij al hebt gegeven. Kortom, ook hier gaat het erom dat we heel erg goed naar onze klanten luisteren en dat we onze dienstverlening op die klantvraag organiseren. Mobiel bankieren. Nou, ik denk dat de tijd is wel daar dat een massaal gebruik gaat genereren.
We hebben vanaf, niet vanaf 2006, maar vanaf 2003 hebben wij al mobiel papier in de markt staan. En dat heeft eigenlijk al die tijd een gebruikersgroep van ongeveer 10.000 mensen gehad. En dat bleef heel erg goed stand totdat wij in het voorjaar van 2010 begonnen met de iPhone-app mobiel papieren. Later kwamen daar de andere platformen bij. En vanaf dat moment zie je een hele steile groei. Deze gaat eigenlijk maar tot januari 2011. Maar die groei die is gewoon minstens zo stijl gebleven. De laatste maanden zijn zelfs nog veel steiler. Dankzij de campagne van de ABN AMRO. Want daardoor zijn onze klanten ook veel meer mobiel papier gaan gebruiken. Dat betekent ook dat we dit jaar al 3 keer de doelstelling op mobiel papier hebben herzien. Dus dat is, ja, dat is gewoon hartstikke mooi. Daar zijn we echt heel blij mee. Dat heeft ook een consequentie. Mensen die gaan veel vaker, en dat is wel een learning ook, mensen gaan veel vaker loggen ze in op mobiel internet dan op internet via de PC. Dat betekent dat het aantal bezoeken, het aantal raadplegingen, dat stijgt. We zien bij de mensen die mobiel markeren, die komen steeds minder op het internet. Maar dat betekent ook dat die website, die voor ons heel belangrijk is in onze marktbewerking, die wordt minder bezocht. Dus iedere keer als er iets verandert, dan levert dat ook weer gelijk een vraagstuk op. Want hoe krijgen we nou in dat kleine scherm en in die kleine app, hoe krijg je daar nou op een goede manier de informatie in die we nu op die grote website hebben? Die overigens nog steeds hartstikke mooi is, maar voor een aantal mensen dus veel minder bereikbaar geworden is. Een aantal learnings. Als je kijkt naar de doelgroepen, dan moet je nooit in één keer mobiel papieren of straks betalen aan de hele massa gaan proberen te verkopen. Dat heeft helemaal geen nut. Wat je ziet is dat mensen krijgen een smartphone, gaan eerst nu.nl, Buienradar, nou, noem maar op, hè, wat jouw interessegebied is, raadplegen. Daar leert men mee omgaan. Op een gegeven moment ontstaat het vertrouwen en de behoefte van, oh, nou, misschien kan ik wel eens mijn saldo checken of zien wat mijn laatste transacties waren. En uiteindelijk verwachten we dat die mensen dadelijk ook zeggen, nou weet je, ik ga bankieren, ik ga later betalen. En dat is een groeipad. En wat je ziet is dat met het mobiel bankieren, daar zitten we al een beetje in de early majority. En met betalen zitten we echt in de groei van de innovators. Dat betekent dus ook dat je daar in de marktbewerking heel erg rekening mee moet houden. Is het iets wat door jongeren gebruikt wordt? Wel nee. Het zijn allemaal functionaliteiten waar de mensen mee starten die het meest druk hebben. En het grappige is deze curve die rechtergrafiek, waar eigenlijk de top ligt bij zeg maar de jonge gezinnen. Dat is precies dezelfde curve als die wij aantroffen toen we met internetbankieren starten. En dus dat lijkt alsof dat ook een vast patroon is. Goed, wat doen we met bankieren? Wie van jullie kent de applicatie Mobiel Bankieren? Van de Raadman. Nou, vanavond allemaal kijken. Er toch iets meer Raadman klanten in de zaal zitten, dat hoop ik dan maar. Het is echt een waanzinnig eenvoudige applicatie. Het is een app, je logt in met een toegangscode. Je kunt zien wat je saldo is en je kunt heel erg makkelijk geld overmaken. En je hebt onder bepaalde voorwaarden geen rendementen nodig en daarmee lossen we eigenlijk een grote klacht op, ongemak wat we aantreffen als we het hebben over bankieren via de PC. Wat we sinds het voorjaar ook hebben, is een Axigiro-scan. Je krijgt een beurling. Daar krijg je altijd een fraaie Axigiro bij. Daar maak je met je iPhone 4 een foto van en daar wordt betaald. Heeft iemand dat al eens gebruikt? Alleen maar voor de iPhone? Dat is alleen voor de iPhone 4, ja. Ja. Dat zou heel goed kunnen, ja. Niemand ooit gebruikt en niemand krijgt de... Oh, wel. Nou, en makkelijk toch? Ja. Ja, vind ik ook. Nou.
vind zelf die van Interpolis heel makkelijk. De meeste schades die ontstaan, dat zijn toch schades van paaltjes en muurtjes en dat soort zaken. Je neemt er een foto van en het gaat gelijk op naar de schadebelcentrale van Interpolis en wordt afgebeeld. Nee, het is echt super. Er zit zelfs een zaklamp op voor als het donker is, dat je dan toch even heel goed kunt kijken. En natuurlijk onze sportapplicatie. En we hebben ook nog een rekening delen. Dat is voor als je uit eten bent geweest met je vrienden. Eentje betaalt, de rest moet altijd eindeloos wachten op zijn geld. Dit is een betaalapplicatie die gaat via sms betalen. En je blijft een herinnering krijgen totdat je echt je rekening ook hebt voldaan. Dus er zit eigenlijk een soort van incassobureau nog achter. Nou, op je betalen, daar ben ik zelf heel druk mee. Als ik kijk naar het samenwerkingsverband wat we hebben met andere banken en de telco's, daar ben ik de raadvertegenwoordiger in. Maar dat is een gebeuren wat de komende jaren pas echt goed in de markt gezet zal worden. We hebben sinds vorig jaar mobiel betalen in markt, zowel voor betalen aan de kassa als op afstand, MyOrder. Thuisbezorgd, huisbetalen, dat zijn allemaal zaken die op de mini-technologie eigenlijk gebaseerd zijn. Nou, wat is dat dan? Dat is eigenlijk een virtuele chipknip met als verschil dat je hem automatisch kan reloaden en je krijgt elke dag via e-mail ook je saldo gemaild, dus je weet ook altijd wel wat erop staat en als je die automatische reload functie hebt ingesteld dan is die ook nooit leeg, dus dat is hartstikke ideaal. We zijn daar ook actief mee inmiddels op verschillende hockeyclubs, ook één voetbalclub trouwens. En we zijn natuurlijk met, bij Albert Heijn To Go bij het WTC doen we een proef. Het gaat allemaal hartstikke goed en snel. En wij verwachten dat de komende tijd nog wel zal doorstijgen. Dat is een hele mooie opmaat naar hetgene wat we vanaf 2012-2013 in de markt zullen hebben. Namelijk het direct pinnen met je mobiel. Er komt dus een NFC-chip komt in je mobiel. En dan kun je daar gewoon je bankrekening aan koppelen. Dat betekent dat je dan bij een kassa komt. Je houdt je telefoon voor een lezer. Je toetst je pincode in als het om een high-value payment gaat. En het wordt afgeschreven en het is klaar. Je krijgt daar een mooie bevestiging van. En is dat nou voor de klant zo'n vooruitgang? Ik denk dat het een vooruitgang is voor de klant, omdat je kunt direct ook kijken hoe je saldo in de bankrekening ervoor staat. Maar wat de echt grote plus zal zijn als al die functies, bonuskaart, noem maar op, als die allemaal gecombineerd zijn in die ene omgeving, zodat je daar ook in één keer in één handeling klaar bent. En dan zijn we er allemaal af van die hele dikke portemonnee met allemaal bonnetjes en pasjes. Dan zit al in één. Nou, dat gaat wel een aantal jaren duren voordat we zover zijn. Maar begin, dat zal gemaakt worden in de tweede helft van 2012. En ik verwacht dat 2013 dat wel echt goed kunnen gaan uitrollen. Maar nogmaals, dat doen we dus samen met de andere banken en grote telecoms. We zijn samen met Currents op dit moment bezig. Met een pilot met Ideal op de mobiel. Dat is een sterke vraag vanuit de retail ook geweest. En we hopen dat samen met de andere banken ook te gaan uitrollen volgend jaar. Nou, hier bent u voor gekomen. Als jij innoveren bent, dan betekent dat je in een wereld komt waar nog geen standaard zijn. En dat betekent ook dat je stap voor stap moet gaan bedenken en inrichten hoe je dat dan wilt beveiligen. Wij hebben de laatste jaren behoorlijk wat nagedacht over de mobiel. En daar zitten toch wel een aantal dingen in die anders zijn dan bij internet. Mag ik u vragen, wie van u is alleen maar met mobiel bezig? Ja. Niemand, hè? Behalve ik en Katelijn. Wat ik probeer bij ons binnen de bank duidelijk te maken, dat alles wat we ontwikkelen, dat we dan eerst voor de mobiel moeten ontwikkelen. En dan pas moeten we nadenken hoe vertalen we door naar
dat binnen no time de mobiel echt het primaire klantscherm is wat klanten hun gaan laten hebben. Dat betekent dat je in je ontwikkeling daar ook heel anders tegenaan moet kijken. En dat, nou, dat geef ik u in ieder geval vast mee. Denk daar over na. Als je een app ontwikkelt, dan moet je ook je klantdialoog moet je zo ontzettend scherp en kort ontwikkelen dat dat je, ja, je kan maar twee keer laten klikken en de klant is al afgeleid en weg. Bij internet kan je nog, hè, op de pc kan je nog soms wel veroorloven om een formulier te laten invullen, maar dat kan je bij de mobiel absoluut niet. Dus je moet heel erg anders gaan nadenken over je wijze van ontwikkelen. En dat vergt wel even tijd. Mobiel betalen is nog klein. Mobiel bankieren in feite natuurlijk ook. Daar hebben zich nog geen issues voor gedaan. Maar elke dag dat het verder groeit, loop je natuurlijk die kans wel dat gebeurt. En wat we ook hebben gezien is, ja, je moet heel goed kijken naar de device en hoe die gebruikt wordt. Je telefoon, dat is iets wat bij jou is. En dat is dus een heel persoonlijk device. Maar een tablet, je iPad, dat is een ding wat je vaak nog wel met anderen ook weer deelt. Dus dat is een andere wijze van gebruik. Dat is een andere manier ook van kijken naar beveiligen in de toekomst. Wat we ook hebben gezien, is dat je klanten in de loop der tijd steeds meer zult moeten betrekken. Om klanten ook duidelijk te maken welke rol zij zelf hebben. Klanten kunnen ook een pincode intoetsen of een pincode nog eens bij het aanzetten van hun telefoon instellen. En klanten hebben zelf ook wel, sommige klanten hebben zelf ook wel behoefte om nog wat meer drempels in te bouwen in het gebruik. En dat willen we ook graag gaan faciliteren. Nou, even op een rij. Als je nou kijkt naar internet aan de ene kant, hè, dus vaste internet en mobiel. Nou, er zitten daar natuurlijk wat verschillen in. Ik zei al, de computer is niet een persoonlijk device. Je tablet ook niet. Maar een mobiel, ja, dat deel je eigenlijk niet. Wat we vaak ondervangen bij bijvoorbeeld grote transacties, is dat we zeggen, nou, via de sms komt er dan nog een code. En dan is de sms, dus je mobiel, is het tweede kanaal. Dat kan je natuurlijk bij de mobiel niet doen. Dus als je mobiel besmet is met de een of ander, ja, dan... En je krijgt die sms, dan heeft zeg maar de fraudeur, die heeft macht over dat ene kanaal wat jij gebruikt. Dus er zitten een aantal dingen in waar je gewoon op een andere manier naar moet kijken. We zien ook dat virusscannen op de mobiel, ja, dat is nog helemaal niet een dagelijks gespreksonderwerp. Terwijl iedereen heeft thuis op zijn pc een virusscanner. Nou, kortom, daar gaat de komende jaren nog wel het nodige in veranderen. Hoe hebben we het nu met mobiel bankieren opgelost? Als je mobiel bankiert en je maakt geld over naar iemand aan wie je de laatste 15 maanden al een geld hebt overgemaakt, heb je geen random reader nodig. En die random reader, dat is eigenlijk iedere keer de grootste, ja, hobbel, zeg maar, in het internet bankieren wat we terugkrijgen uit marktonderzoek. En het moet ook een transactie zijn onder de 1000 euro. Is het dat niet, dan heb je toch die random reader nodig en dan is het eigenlijk weer dezelfde beveiligde omgeving als wat we bij het vaste internet gebruiken. Nou, wat ik net al zei, wij vinden het belangrijk dat we klanten ook de mogelijkheid geven om beveiliging extra aan te scherpen. Dus daar zijn we over aan het nadenken hoe we binnen die kaders klanten het ook mogelijk kunnen maken om dat nog meer te verengen. We gaan het zeker niet toestaan dat mensen juist uit de limieten gaan instellen voor zichzelf, maar wel kleinere bedragen. Nou, natuurlijk ook de technische ontwikkeling waarbij je betere herkenning kunt laten toepassen. Daar zijn we de komende jaren ook mee doen. Wat we zien is dat we zijn klein met alweer begonnen en daar maken we iedere keer stapjes in. We weten ook dat hoe groter het gebruik wordt, hoe groter de doelgroep wordt die mobiel betalen, mobiel bankieren gebruiken,
des te meer daar ook aandacht voor komt van de mensen die we eigenlijk niet zouden willen tegenkomen in onze werk. Dus die risico's worden groter. Stap voor stap richten we dat dus ook steeds verder in. Dat betekent ook, niks gaat zo snel als die wereld van de mobiel. Dus je kunt niet zeggen, 10 jaar geleden dan bouwden we een spaarrekening en dat was het dan. Maar nu moet je iedere keer, en misschien wel elke maand of elke 2 maanden kijken, hebben we nou de zaken nog wel scherp genoeg gedefinieerd? Iedere keer als er buiten iets gebeurt, moet je ook aan de binnenkant kijken, heeft dat consequenties? En dat proces, dat hebben we inmiddels goed ingericht. Dus dat is wel van belang. Waar we in feitelijke zin telkens zoeken naar een balans tussen gemak en beveiligbaarheid, zo geldt het eigenlijk nog veel meer voor de perceptie die je bij een klant neerlegt. De bovenste oranje blokjes kunt u niet lezen. Ik zal het voorlezen. Als we kijken in ons marktonderzoek, dan krijgen we gewoon een 9. Mensen zijn hartstikke tevreden, vinden het hartstikke makkelijk, het functioneert goed, maar er is toch een groepje van die ontzettend tevreden gebruikers die zeggen, ik denk niet dat het veilig is. Het klinkt een beetje tegenstrijdig, want ze gebruiken het, ze vinden het fijn, maar ze zeggen wel, ik denk niet dat het veilig is. Tegelijkertijd, als je gaat vragen aan de niet-gebruikers, waarom gebruik je het niet, dan is eigenlijk de tweede reden om het niet te gebruiken, is maar ik denk niet dat het veilig is. De eerste reden is van ik denk niet dat het nodig is. De tweede reden is ik denk niet dat het veilig is. Het is echt een perceptie van hoe men kijkt naar zo'n applicatie. Terwijl er zijn ook mensen die zeggen, ik ga het niet gebruiken, want dan heb ik toch af en toe nog die rendering nodig. Zo lijkt het erop dat als je iets heel erg makkelijk maakt, dat mensen dan denken van dan kan het nooit veilig zijn. En die random reader die wordt gezien als ingewikkeld, dan zal het wel veilig zijn. En dat is iets waar wij nog een antwoord niet op hebben. We moeten daar consequent continu over nadenken. Hoe kunnen we nou die balans, hoe kunnen we die nou goed houden in de perceptie van klanten? En we zien ook dat wel een kwestie is van schuivende panelen. Dus in de tijd verandert dat ook iedere keer. En dat vind ik wel een lastig vraagstuk. Wat ik zie is dat de groep van mensen die het eerste jouw nieuwe spullen gaan gebruiken, die stappen daar weer veel makkelijker overheen. Dus je kunt het ook in de tijd, zie je de patronen ook daarin veranderen. We moeten daar in de klant denk ik ook een heel erg goed mee nemen. En als je niet vertelt aan de klant hoe je het veilig houdt en maakt, dan moet de klant